Kom op, Vincent. Je kan het. Neem de review op. Adem in. Adem uit. En ga. Nee, wacht. Heb ik wel genoeg tijd? En heb ik de juiste woorden? Om aan iedereen duidelijk te maken dat Life is Strange het mooiste spel is dat ik tot nu toe heb aangeraakt. Ja, tuurlijk heb je dat. Je hebt erop geoefend. Nee, maar denk nou eens na. Straks is het een slechte review. En dan koopt niemand Life is Strange. Dan loopt iedereen deze ervaring mis. Niet zo onzeker, Vincent. Het is nu de hoogste tijd om te gaan starten. 3, 2, 1, go. Beste mede gaming geeks, afgelopen jaar heb ik een pareltje ontdekt en die blijft de aankomende 3 jaar in de top 5 beste gameervaringen van Vincent staan, dat weet ik nu al zeker. Het is in ieder geval al mijn game of the year en daar gaan The Witcher 3, Fallout 4 en Star Wars Battlefront het absoluut niet van winnen. Ik heb het over Life is Strange, een episodic graphic adventure ontwikkeld door Donut Entertainment en uitgegeven door Square Enix. Het verhaal dat gaat over de 18-jarige Maxine Caulfield, een fotografiestudent die zich heeft ingeschreven op Blackwell Academy, een prestigieuze fotoacademie die zich bevindt in Arcadia Bay, de stad waar ze geboren is, maar niet volledig getogen, omdat ze op vroege leeftijd al is verhuisd naar Seattle. Nu keert ze terug als jongvolwassene, terug naar haar geboortestad, om hier in de voetsporen te treden van Anton Corbijn en Erwin Olaf. De eerste scène is ook meteen het hele plot van de game. Max heeft een intense flash-forward van een tornado die heel Arcadia Bay vernietigt. En dit beeld, dit kan ze maar niet uit haar hoofd krijgen. Nadat ze ontwaakt uit haar visioen, bevindt ze zich in het klaslokaal van Mark Jefferson, een wereldberoemde fotograaf die gespecialiseerd is in het vastleggen van vrouwelijke onschuldigheid. Maar Mark is niet alleen beroemd om zijn kennis, ook om zijn looks, want bijna alle vrouwelijke studenten aan Blackwell Academy hebben een oogje op hem en zo is hij ook Max haar grote held. Nog versuft van haar nachtmerrie en de onderbuikgevoelens loopt ze naar het vrouwentoilet, waar ze opmerkt dat er een ruzie gaande is tussen haar klasgenoot Nathan en een blauwhaarige punker. Al snel komt er een geweer om de hoek kijken en nog voordat Max kan ingrijpen is het te laat. Nathan schiet het meisje neer. Het is hier waar Max haar tijdreisabilities ontdekt en tot de conclusie komt dat het dode lichaam van het meisje Chloe haar jeugdvriendin is van vroeger. Het is nu aan Max om haar time travel abilities op de juiste manier in te zetten, om het leven van Chloe te redden en om Arcadia Bay te behoeden voor de ramp die haar te wachten staat. Het spel lijkt in zijn uitvoering een beetje op de manier waarop Telltale haar games maakt. De speler krijgt namelijk diverse keuzes toegeworpen die het leven van personages en daarmee het verhaal compleet beïnvloeden. We zagen deze formule al eerder bij The Walking Dead, Heavy Rain, maar ook bij het eerder dit jaar uitgekomen Until Dawn. We noemen dit principe het butterfly effect, maar voor het eerst had ik ook echt het gevoel alsof ik te maken had met de gelijknamige film waarin Ashton Kutcher door de tijd heen reist om zijn fouten te herstellen. En dat tijdreizen in Life is Strange, dat is ontzettend goed gedaan. Elke keuze die je namelijk hebt gemaakt kun je afspelen en als je het er niet mee eens bent, dan kun je terug in de tijd om die keuze opnieuw te maken. Dus zie het alsof je aan het save bent in Fallout 4, net voor je een belangrijke missie ingaat en wanneer shit de fan hits, je oude savefile opent om het allemaal opnieuw te proberen. Echter blijft je steeds geconfronteerd worden met het feit dat je een keuze moet maken en deze heeft altijd voor- en nadelen. Wat ik zelf opmerkte is dat ik de gevolgen van de keuze soms heel erg persoonlijk nam. Zo kwam ik in een situatie terecht waarin ik werd beschuldigd dat ik drugs dealde, terwijl ik dat helemaal niet had gedaan. Ik was erin geluisterd en hoe hard ik ook probeerde om van dat stigma af te komen, ik kon mijzelf maar niet bewijzen tegenover de characters en dat voelde heel erg frustrerend. En ik zie die frustratie als iets positiefs, want dat betekent dat deze game je ook oprecht boos kan laten maken op het bekrompen denken van sommige hoofdpersonages, net zoals dat in het echte leven gebeurt. Helaas blijft de uitvoering van dit systeem soms wel beperkt en zijn de situaties niet altijd even eerlijk. Vooral bij de ontknoping wil je de game uitzetten omdat er een onmenselijke toestand voor je ogen plaatsvindt. Waar jij zelf 100 verschillende oplossingen bijvoorbeeld voor kan bedenken, geeft de game je maar 2 mogelijkheden. En dat vind ik een beetje jammer, juist omdat ik zo ontzettend genoten heb van dit hele spel. En waarom ik echt bezeten ben van dit spel is vanwege zijn postmoderne benadering. Ik heb echt genoten van dat typische schoolgevoel. Het is lang geleden dat ik een videogame speelde die zo ontzettend trouw is aan het alledaagse leven. De kluisjes waar je langs loopt, de graffiti op de muren, dubstep dat wordt afgespeeld op de telefoontjes. Je verplaatst je echt even in een ander leven dat zijn eigen problemen kent.
Zo heb je op die kenmerkende Amerikaanse dorm een zwangere cheerleader die je probeert te helpen. Er is een rondzwervende sekstape waar je een halt aan probeert toe te roepen. En soms zie je onder de bedden nog wat pornoblaadjes liggen. Het zijn weliswaar allemaal stereotypen, maar ik kan er wel heel erg van genieten. Ik heb zelf op een kunstacademie gezeten en ik herkende zoveel uit mijn eigen studententijd. Alleen al door de enorme hoeveelheid verwijzingen naar kunstenaarsfilms en beroemde fotografen, waardoor ik echt het idee had alsof ik weer trouw mijn huiswerk aan het maken was. Het is ook voor het eerst dat ik in een game alles wil lezen en horen en dat ik echt met de lore bezig ben. Zo las ik alle posters, sms'jes en dagboeken om echt vanuit Max haar benadering ook de keuzes te maken. Ik stoorde me echter wel aan haar monotone manier van spreken en haar low self-esteem. Ik heb namelijk diverse momenten gehad dat ik echt tegen mijn beeldscherm heb gesproken van je bent een irritante emo. Ik kan er namelijk niet zo goed tegen als iemand continu loopt te zaniken dat ze geen goede vriend is, dat ze lelijk is, dat ze geen mooie kleren heeft. En dan moet je dat ook nog eens aanhoren met een extra echo die het nog treuriger maakt. En ook als ze haar powers ontdekt, dan is ze in mijn ogen net niet enthousiast genoeg. Ik zou hem echt, holy fucking shit, ik kan tijd reizen, holy fuck. Ik zou alles doen en laten wat God verboden had. Maar ons muurbloempje die is daar net wat te saai voor. En die gebruikt haar krachten verstandig. De gameplay beperkt zich niet alleen maar tot het tijdreizen. Er zijn ook diverse puzzels waar je echt je hersenen bij moet gebruiken om deze op te lossen. Zo heb je bijvoorbeeld een slot waarvan de code alleen maar in een specifiek foldertje staat. Wat je ook echt gelezen moet hebben om het slot daadwerkelijk te kunnen openen. Ik vind het heerlijk, die hersenkrakers, maar ik denk dat er een hoop mensen zijn die de Wikipedia erbij gaan pakken, omdat ze net wat laconieker door het spel heen zijn gegaan dan ik. Ook heb je een zijmissie waarin jij wordt aangespoord om diverse foto's te maken met de Polaroid-camera. Ik vond dit heel leuk om te doen, maar het was niet echt uitdagend en je kreeg er in die end ook geen reward voor. Naast het verhaal liet ook de muziek een brok in mijn keel achter, want wat heb ik genoten van deze The Last of Us-achtige gitaarsolo's. De muziek van Jonathan Morelli werkt bijna als een trance door het hele spel heen. Je nekharen gaan overeind staan en soms laat je je personage alleen maar om zich heen kijken om te kunnen genieten van deze betoverende klanken. Hoewel Life is Strange echt een aanrader is, heb ik me wel kapot geïrriteerd aan het wachten op de volgende episode. De eerste aflevering kwam namelijk uit in januari en de laatste aflevering in oktober. Daar zit dus 9 maanden tussen voordat je het spel daadwerkelijk kan uitspelen. Ik kan daar niet zo goed tegen en ik vind de game dan ook het best tot zijn recht komen als je het achter elkaar speelt. Ik hoop dan ook dat ze seizoen 2 op een soort Netflix-achtige manier gaan uitbrengen, want ik wacht namelijk liever iets langer en dat ik dan de game in zijn totaliteit kan gaan spelen dan dat ik mezelf continu moet gaan ophypen om het te gaan zitten spelen. Ik hoop dat ik je heb kunnen enthousiasmeren om Life is Strange te gaan spelen. Ik denk wel dat hoe ouder je bent, hoe meer je deze game kunt gaan waarderen, omdat je dan nog eens kan terugblikken naar je eigen periode op school. De volledige game is voor €20 te koop op Steam, Xbox One, Xbox 360, PS3 en PS4. En hij is zeker weten zijn geld waard. Yeah.